dit maken gewoon niet, nou ja, als je over keepers praat, niet heel veel keepers maken dit mee. Dus ja, als je daar onderdeel van bent en je mag deel uitmaken van zo'n team, met zulke jongens op het veld staan en met zulke collega's mogen werken, ja, dat is natuurlijk fantastisch. En ja, dat is iets wat ik sowieso nooit zal vergeten. Merk je al dat er deze tweede keer dat het alweer anders is dan de eerste keer? Ja, de eerste keer was alles nieuw, super zenuwachtig, ja, was natuurlijk spannend. Ja, deze keer is het allemaal iets relaxer. Hè? Ik ken de gezichten nu, ik ken de namen, ik ken nou ja, het gebouw, bij wijze van spreken het eten, weet ik wat er gespeerd wordt. Dus nee, nu is het, ja, het is gewoon nu een andere week. Het is niet meer een week vol nieuwigheid en continu impressies en nieuwe dingen. Nee, het is nu gewoon lekker focussen en hard werken op deze trainingen en genieten van elk moment dat ik hier op het veld mag staan.